Vandaag zijn we met de vraag van vandaag achter de schermen bij de neushoorns. Bij het pasgeboren neushoorntje met zijn moeder. Want de vraag van vandaag luidt, hoe lang duurt het nou eigenlijk voordat een moederneushoorn weer een jong kan krijgen? Zodra het jong geboren is, wordt eigenlijk dezelfde maand kan de moeder alweer tochtig worden. Het houdt in dat ze vruchtbaar is. Dan kan ze gedekt worden door de man. En dan de draagtijd van de neushoorn is ongeveer 17 maanden. Dus meestal zit er hier wat langer tijd tussen, omdat we niet echt meteen als het jong geboren is de man er weer bij laten. Meestal wachten we daar een paar maanden mee. Dus zeg, één keer in de twee jaar, iets minder dan één keer in de twee jaar, kunnen ze een jong krijgen. Ja, zodra een jong ongeveer 3-4 jaar oud is, begint hij flink te puberen en kan hij geslachtsrijp worden. En meestal op het moment dat een vrouwtje een ander jong werpt, wil ze niks meer van de vorige jong weten. Dat was hier ook het geval. Zij had nog een ander jong rondlopen. Nou, die jaagt ze dan echt weg, dus die moet gewoon iets anders zoeken. En in de natuur komt het dan meestal op neer dat ze dan een andere groep zoeken, zeker als mannetjes zijn. Haar vorige jong loopt hier ook nog. Als ik die er nou weer bij zou zetten, dan is het zo dat op het moment dat ze vindt dat jong geen gevaar meer oplevert voor de kleinste, dan laat ze hem wel weer toe. En dan heb je kans dat ze met z'n drieën rond gaan lopen. Als er geen ander jong komt, dan blijft een jong gewoon jaren bij de moeder. En ze kunnen tot anderhalf jaar kunnen ze nog bij de moeder drinken, zo nu en dan. Het is niet meer echt nodig, want ze kunnen ook volledig eten. Maar zolang die moeder nog melk geeft, ja, waarom zou je daar dan geen gebruik van maken? Nee, bedankt voor je heldere antwoord. Nou, achter mij zien we dat vindingrijke neushoorntje. Die redt zich wel volgens mij. En hebben jullie thuis nu ook een leuke vraag? Zet hem dan in de reacties hier onder deze video. En wie weet komt jouw vraag in de volgende uitzending.